Hi, hi. Ik zal dit even uitleggen. Ik ben Anne, ik ben 31 en ik ben cabaretier en ik zit in een instelling. Antikraak hoor, dit is een leegstaande instelling. Met mij gaat het allemaal goed. Ik heb het echt nog nooit zo helder gehad. Kijk, mijn verkering ging na 10 jaar uit en toen kon ik maar geen huis vinden door de woningnood. En toen raakte ik bijna al mijn werk kwijt door de pandemie, hè. En toen had ik alleen nog maar bijstandsuitkering en toen kwam ik dus in deze instelling terecht. Maar goed, je moet ook niet te veel verwachtingen hebben van het leven. Het zijn de onbezorgde jaren 90 niet meer. Hallo. Het is eigenlijk net als met hangoorkonijnen. Wist je dat ze helemaal niet tammer zijn omdat ze een vriendelijker karakter hebben, maar dat die hangende oren gewoon een doorgefokte genetische fout zijn en dat ze dus niet wegrennen omdat ze gewoon niet aan horen komen lopen omdat die oren dichtgeklapt zitten? Met andere woorden, ze zijn helemaal niet lief, ze zijn gewoon doof. Wat ik bedoel is, alles, echt alles, is een desillusie.